In deze video over zinsleer leer je meer over het leidend voorwerp en het naamwoordelijk deel. Daarvoor moet je als detectieve een moord onderzoeken en de juiste vragen leren stellen. Blijf dus zeker kijken. Zo dadelijk vertel ik je alles over deze twee nieuwe zinsdelen, het leidend voorwerp of LV en het naamwoordelijk deel of ND. Maar eerst even dit. Deze dingen moet je al kennen. Je moet weten wat een PV is en hoe je die vindt. Je moet ook weten wat het onderwerp is en het verschil kennen tussen een werkwoordelijk en een naamwoordelijk gezegde. De links naar die video's vind je hieronder terug. Zoals je nog wel weet, pakken we het ontleden van een zin aan als een onderzoek. Net als in Cluedo. Elke nieuwe zin is een raadsel dat alleen kan opgelost worden door de juiste vragen te stellen. En jij bent de detectieve in het verhaal. Even opfrissen wat er nu weer gebeurd is. In een oud landhuis is er tijdens een feestje een moord gebeurd. De eigenaar van het huis, Dr. Black, werd er dood teruggevonden. Er werd een detectieve bijgehaald en die kon alvast twee dingen vaststellen. Vaststelling 1. Het was geen ongeluk. Iemand heeft Dr. Black vermoord. Vaststelling 2. De hele avond is er niemand vertrokken. De dader is dus één van de gasten. Die twee vaststellingen gaan we nu verder onderzoeken. Wanneer we bij vaststelling 1 de ja-nee-vraag stellen, krijgen we: heeft iemand Dr. Black vermoord? De PV is dus heeft. Wie of wat heeft? Iemand heeft. Iemand is het onderwerp. Is er nog een ander werkwoord dan de PV in de zin? Ja, vermoord. Het hoofdwerkwoord van de zin is vermoord. En dat is een zelfstandig werkwoord. Het drukt uit dat het onderwerp een actie uitvoert. Vermoorden. We hebben dus een werkwoordelijk gezegde. En om het helemaal af te maken, vermoord is hier een voltooid deelwoord. Er is nu nog één zinsdeel dat we nog niet benoemd hebben. Dr. Black. Dat geeft een antwoord op de vraag wie of wat de actie ondergaat. Wie of wat er vermoord werd. En dat zinsdeel noemen we het leidend voorwerp. Het leidend voorwerp geeft dus aan wie of wat er direct betrokken is bij de actie. Wie of wat de actie ondergaat. Omdat het hier over een actie gaat, komt een leidend voorwerp enkel voor bij een werkwoordelijk gezegde. Het leidend voorwerp zelf is geen onderdeel van het werkwoordelijk gezegde, maar je mag het niet weglaten uit de zin. Het is nodig om de zin goed te begrijpen. Een leidend voorwerp begint ook nooit met een voorzetsel. In andere talen wordt het leidend voorwerp ook wel object of complément d'objet direct genoemd. In talen waar men met naamvallen werkt, staat het in de accusatief. Om het leidend voorwerp te vinden, doen we eerst wat we al kunnen. Stap 1. We zoeken de PV door de ja-nee-vraag te stellen. Stap 2. We zoeken het onderwerp, wie of wat plus PV. In stap 3 gaan we op zoek naar andere werkwoorden. Wat is het hoofdwerkwoord? En is dat een zelfstandig werkwoord? Hebben we een werkwoordelijk gezegde in de zin? Stap 4 is waar we eindelijk het leidend voorwerp zoeken. We stellen de vraag wie of wat plus PV plus onderwerp plus eventuele andere werkwoorden in de zin. Het antwoord op die vraag is ons leidend voorwerp. Een voorbeeldzin. De politie verdenkt juffrouw Scarlett. Stap 1. De PV. Verdenkt de politie juffrouw Scarlett? De PV is verdenkt, want dat staat op de eerste plaats. Stap 2. Het onderwerp. Wie of wat verdenkt? De politie verdenkt. De politie is het onderwerp. Stap 3. Hebben we een werkwoordelijk gezegde of een naamwoordelijk gezegde? Het hoofdwerkwoord is verdenkt. Verdenken is iets wat je doet, een actie, dus een zelfstandig werkwoord. We hebben een werkwoordelijk gezegde.
Stap 4. De vraag stellen: wie of wat verdenkt de politie? De politie verdenkt juffrouw Scarlett. Juffrouw Scarlett is dus het leidend voorwerp. Heeft elke zin met een werkwoordelijk gezegde dan een leidend voorwerp? Dat hangt af van het hoofdwerkwoord. Twee voorbeelden. Het mannetje loopt. Onderwerp en PV vormen hier een volledige, begrijpelijke zin. Hij kiest. Hier ontbreekt iets. Onderwerp en PV vormen hier geen volledige zin. Als we nu het leidend voorwerp de juiste weg toevoegen, klopt de zin weer wel. Werkwoorden die geen leidend voorwerp nodig hebben, noemen we onovergankelijke of intransitieve werkwoorden. De actie gaat niet over van het onderwerp op een leidend voorwerp. Werkwoorden die wel een leidend voorwerp nodig hebben, zijn dan ook overgankelijke of transitieve werkwoorden. Zin 2. De dader is een van de aanwezigen. Als we de ja-nee-vraag stellen, krijgen we: is de dader een van de aanwezigen? De PV is dus is. Wie of wat is? De dader is. De dader is het onderwerp. Is er nog een ander werkwoord aan de PV? Nee. Het hoofdwerkwoord van de zin is is. En dat is een koppelwerkwoord. Dat drukt uit dat het onderwerp iets is. We hebben dus een naamwoordelijk gezegde. Het zinsdeel dat we nu nog niet benoemd hebben, is een van de aanwezigen. Het kan geen leidend voorwerp zijn, want we hebben hier geen werkwoordelijk gezegde, maar wat is het dan wel? Het geeft een antwoord op de vraag wie of wat het onderwerp is. Wie of wat is de dader? En dat noemen we het naamwoordelijk deel. Voluit heet dit het naamwoordelijk deel van het naamwoordelijk gezegde. Het koppelwerkwoord koppelt, vandaar de naam, het onderwerp aan het naamwoordelijk deel. Daarom is het naamwoordelijk deel dan ook een onderdeel van het naamwoordelijk gezegde en komt het alleen bij een naamwoordelijk gezegde voor. Verwar het dus zeker niet met een leidend voorwerp. Om het naamwoordelijk deel te vinden, volgen we dezelfde stappen als bij een leidend voorwerp. In stap 1 zoeken we de PV door de ja-nee-vraag te stellen. In stap 2 zoeken we het onderwerp, wie of wat plus PV. In stap 3 gaan we weer op zoek naar andere werkwoorden, naar het hoofdwerkwoord, of dat een koppelwerkwoord is en of we dus een naamwoordelijk gezegde hebben. Opnieuw is het pas in stap 4 dat we effectief het naamwoordelijk deel zoeken. We stellen de vraag wie of wat plus PV plus onderwerp plus eventuele andere werkwoorden. Het antwoord op die vraag is het naamwoordelijk deel. Opnieuw een voorbeeldzin. Waarom verdenkt de politie juffrouw Scarlett? Ze had een verleden met dokter Black. Juffrouw Scarlett is zijn minnares geweest. Stap 1. De PV. Is juffrouw Scarlett zijn minnares geweest? Is staat op de eerste plaats. De PV. Stap 2. Het onderwerp. Wie of wat is? Juffrouw Scarlett is. Juffrouw Scarlett is het onderwerp. Stap 3. Hebben we een werkwoordelijk gezegde of een naamwoordelijk gezegde? Het hoofdwerkwoord is geweest. Geweest komt van zijn en dat is natuurlijk iets wat je bent, een toestand, een koppelwerkwoord. We hebben dus een naamwoordelijk gezegde. Stap 4. We stellen de vraag: wie of wat is juffrouw Scarlett geweest? Zijn minnares. Zijn minnares is dus het naamwoordelijk deel. Nog even het stappenplan samenvatten. Stap 1. Zoek de persoonsvorm. Stel de ja-nee-vraag en het eerste woord is de PV. Stap 2. Zoek het onderwerp. Stel de vraag wie of wat plus PV en het antwoord daarop is het onderwerp. Stap 3. Is het hoofdwerkwoord een zelfstandig werkwoord of een koppelwerkwoord? Is het een zelfstandig werkwoord, dan heb je een werkwoordelijk gezegde waarin de werkwoorden het belangrijkste zijn. Heb je een koppelwerkwoord, dan heeft de zin een naamwoordelijk gezegde. Het belangrijkste is een naamwoord. Stap 4. Zoek een leidend voorwerp bij een werkwoordelijk gezegde, als het er is, of het naamwoordelijk deel bij een naamwoordelijk gezegde.
Stel de vraag wie of wat plus PV plus onderwerp en eventueel andere werkwoorden en het antwoord daarop is het leidend voorwerp of het naamwoordelijk deel. Alles begrepen? Bekijk dan zeker ook de andere video's op het kanaal. En vergeet je niet te abonneren.